jongens, het is donker. Laat ik maar lekker naar mijn bedje gaan. Ik heb zoveel zin om lekker te slapen. Laten we liggen en in alle vrede slapen. Bar! Oh nee. Max, we zouden op vakantie gaan. Nee, we gaan helemaal niet op vakantie. Dat is pas morgen. Ik wilde net slapen. Nee, dat was is wel. Morgen? Kijk, mijn telefoon ligt hier. Kijk, dit is hem. Ja? Dit is de nieuwste peerphone. Ja, maar heb je je koffers al gepakt? Kijk, heb je... Ja. Ik heb helemaal niks gepakt, Robin. Wat doe je hier? Ga mijn kamer uit. Weg. Oh, ik wacht beneden. Wacht beneden. Jongens, jemige. Ik sta... Wat doe ik eigenlijk in deze kamer? Waar ben ik eigenlijk? Jongens, welkom bij deze nieuwe video. We staan hier. Max, een brief. Kijk, een brief. Een brief? Wat? Ja, kijk maar. Daar. Oh, en daar. Een brief en een vis in een veel te klein aquarium. Nee, Robin, helemaal waar ben ik niet. Eigenlijk? Ik stond in die kamer. Ik weet helemaal niet waar ik ben. Nou, dit is... Je bent bij mij thuis aan het logeren. Oh, ik was natuurlijk bij jou thuis aan het logeren. Ik vind jouw globe hier heel mooi, jouw je aardbol. Ja, dank je. Ja, die heb ik heel lang voor gespaard. Oh, hoe duur was die? €6 op de markt joh, gekocht. Kopie. Hey, zou ik de brief even... Max, ja. Kijk de brief. Wacht even, ja. Max. Even kijken hoor. Hey Robin. Oh, dit is voor jou. Oh, ik zeg kijk een brief. Oh. Ik zeg het blijkbaar hier. Ah, ik zal even kijken. Hé hey Robin, je zusje is verdwenen. Kom snel naar ons huis in de modderlaan. Groetjes aan... Nee, mijn zus! Je zusje, ik wist niet dat je zus had. Ik ook niet, maar dat maakt niet uit. Neem alles mee. We moeten gaan naar de modderlaan. Kom, we moeten snel... Dat zeg ik. We moeten snel naar de modderlaan. Ik kom eraan. Kijk, een brief. Hij is nog gelezen. Niet waar, ja. Die heb je niet. Oké, waar is de modderlaan? Waar zijn we? Het is donker, Robin. Ik wil eens slapen. Kijk, dit is mijn fiets. Die heb ik hier achtergelaten. Robin, ik wil eerst slapen. Ik wil eerst slapen. Dus we kunnen niet nu gaan. Het is donker. Je weet niet wat voor mensen er rondwalen. Ja, daarom. Mijn zusje is in gevaar. Kom, we moeten snel naar bed. Moeten snel naar de modderlaan. Kijk, een brief. Nee, Max, die is er niet. Tomorrow. Ah, wat heb ik heerlijk geslapen, Robin. Ja, zo, kijk, nu kunnen we in fijn alle voor rust. Je. Er ligt hier geen brief. Max, zo. Er is hier geen brief. Okay. Kom, we moeten snel naar de modderlaan. Waar is de modderlaan? Stad? Er zijn duiven. Huh, zijn het vogels? Ja, dat hebben we hier last van. Kijk. Oh, mijn huisegel is er ook. Hoe heet die? Peter of zo? Nee. Ellie. Ellie de huisegel. Wat leuk. Ellie de egel. Hé, hey, modderlaan is links. Hier op de grond. Even serieus. Even alle grapjes aan kijk, de abonneer maar. Nou even straat. Is hier, daar woon ik, oh, ja. Oh, de abonneer nou even. Wat moet je daar doen, Robin? Ja, gewoon even abonneren. En anders niks. Ben jij nou nog niet geabonneerd, jongens? Kom op, doe dat nou even. We zitten inmiddels bijna op die 230.000 abonnees. Kijk eens even nu. Pauzeer deze video. Kijk even, ben je geabonneerd? Is dat niet zo? Doe je dat nu eventjes. Oké, Robin, snel naar de modderlaan. Ja, ja. Je gaat niet zomaar in mensen in de brievenbus kijken. Jawel, want ik ben postbode. Jezus, hé. Oké, het begint hier aardig modderig eruit te zien. Dat dit de modderlaan is. De boer. De boer. No. Was dit het nou? Robert was dit en Robbie. Nou? Ik weet niet meer of dit het was. Natuurlijk zijn het Robert en Robbie. Denk ik dat de modderlaan net wat verder is, of niet? Oh, hé, hey Robin, leuk dat je... Ja, mama. Waar is mijn moeder? Nee, dit is mijn... Nee! Dat is je moeder! Het varken. Wij opleggen wat er gebeurt, Robin. Ja, waarom moesten we komen? Maar, oh ja, bijna vergeten. Je lieve zusje is ontvoerd. Robina was rustig aan het spelen. Toen kwam ze niet meer thuis. Robin, dus jij was bij mij op bezoek net. Jij zegt wat. En dit is zeg maar... Oh, wat zeg ik? Robin, ik denk dat we op onderzoek uit moeten gaan. Ja, oké, Max. Ik denk dat we mensen gaan ondervragen. Kijk, dat heeft de boer te zeggen. Niks. Maar dit is blijkbaar jouw moeder, Roos. En Robert en Robbie zijn je twee broertjes, Robin. Hou op. Ik wist wel dat dit jouw familie was. Okay. Wie is dat? Wie is Anna? Ja, dit is Anna. Dit is mijn buurmeisje. Ze moet huilen. Zeld. Wat is er? Kunnen we helpen? Waarom heb jij zoveel tekst? Ik wil ook praten. Nou, Sneek. Ik ben mijn Sneek. Knuffel Sneek kwijt. Anna helpt harder. Laten we hem maar gaan zoeken, Robin. Kijk wat, ja, of inderdaad. We een knuffeltje kunnen vinden. Kijk, hier heb je nog een egel. Hé, hey, er vallen hier allemaal... Ja, dat is... Dit ken ik niet. Dit is Pieter, maar laten we Geert even wat vragen. Geert, hij is blij om ons te zien. Oh, Geert. Mogen we je wat vragen stellen? Dat mag wel als jullie eerst even helpen. Ik heb namelijk mijn telefoon in deze put laten vallen. Kunnen jullie hem halen? Oké, dan moeten we die maar even halen. Oh mijn god. Oké, Robin, ga jij hem halen of ga ik hem halen? Ja. Hey! Hoe kom je er nou eruit? Hier is een ladder. Oh, mijn koken, dus die hadden we eigenlijk ook meteen kunnen gebruiken. Oh. Oké, hier de telefoon. Zodat hij niet in de lava valt. Huh. Oh. Ik heb hem. Hij ziet er wel heel groot uit als ik hem zo... Wow, je hebt een iPad! Het is een mega iPad. Maar we hadden dus ook gewoon de ladder kunnen gebruiken. Oh, waarom doet hij dat zelf dan niet? Wat is die Geert nou weer een stom persoon? Ah, hey. Kijk, dat wisten we niet, dat dit iets nee, zat. Dat was verstopt. Dat hadden we serieus niet kunnen weten. Nee. Ik heb je telefoon, Geert. Alsjeblieft. Hij gaat ons niet verder helpen, denk ik. Oh. Nee, wat een... Hoor je dat ook?
Oh, zo bedankt. Wat zouden jullie vragen? Heb je misschien een varken gezien? Ah, nee, niet per se. Ik zie ze alleen in de supermarkt. De stukjes gesneden. bedankt voor je tijd te waren. Fijne dag. Gehad, hè? Max is een kat in de boom. Oh, mijn god. Er zit echt een kat in een vliegende stukje boom. Ja. Oh, wacht. Volgens mij is het parcours. Oh, nee. Ik denk dat het parcours is. Ah, Elisabeth. Ja, ik heb zo'n hekel aan Elisabeth. Wist je dat? Echt waar. Dit is mijn tante. Kom maar. Is dit jouw tante? Ja. Wat doet jouw tante in mijn dorp? Hallo, mevrouw. Jullie moeten net op de hebben. Kat Charles zit in de boom. Jullie moeten hem helpen. Oké. Okay, prima. Zullen we samen gaan? Ja. Oké. Okay, ik ga voorop, want ik ben het slecht. We weten allebei dat ik beter ben in parcours. Ja, hier, kijk. Zie je, dit is maar weer bewijs. Oké, nu. Waar moet ik nu heen? Oh, hier. Oké. Ik ben al in de boom. Maar hoe gaan we... Hoe heet het, de kat Charles? Waarom ligt hier een ei? Waar moet ik heen? Oh, dat is een vogelnestje, Robin. Dat is gewoon een nestje. Gast, er zitten zoveel leuke details hierin. Zal ik hem gewoon naar beneden duwen? Ja, gewoon duwen. Oké. Oh, hier in de pressure place moet ik hem duwen. Pas op. Ja, heel goed. Yeah! Wat wou je zeggen? Misschien een varken gezien? Nou, nee, maar vroeger, erg lang geleden, woonde ik op een boerderij. Dat was in 1623 en bla bla. Ja, laten we maar gaan, Robin. Laten we maar. Oké. Ik vind dit zo'n leuke map, echt waar. Ik heb het zo moeten we hierheen? Waar ben je? Ik ben je kwijt. Wat, ik ben hier bij een stukje muur. Wat is er met de bossen hier gebeurd? Ja, dat weet ik ook niet. Het is wel erg plat allemaal. We hebben hier Jan. Ja. Wat heeft Jan te zeggen? Schrijf het alleen met kleine letters en zonder iets ervoor. Ja, daar komen we zo denk ik achter waar het over gaat. Hallo Max en Robin. Hoe weet je onze naam? Ik weet alles. Jullie willen weten waar Robina is. En ik ga jullie dat alleen vertellen als jullie mijn raadsel goed beantwoorden. Oké. Ik besta alleen als er licht is, maar verdwijn als er licht op me komt. Wat ben ik? Schaduw. Wow, ben ik slim dat ik dat Dat wilde weet. Ik ook gaan zeggen. Nee, dat wilde je niet zeggen. Nee, dat wilde ik niet gaan zeggen. Je bent ook niet beter in raadsels. Nee, dat klopt. Nee, ik denk serieus dat het schaduw is. Zullen we het doen? Papier heb ik hier. Ja. Ik zal met table of bottles, weet ik veel. Dan lees ik de tip. Nee, hoezo? Nee. Hier. Schrijf alleen met kleine letters. Schaduw. Gok ik. En dan gaan we het aan hem geven. Komt hij 3, 2, 1. Hebben we hem goed, Jan? Fout! Wat had je gedaan? Schaduw. Ik besta alleen als er licht is, maar verdwijn als er licht op me komt. Wat ben ik? Schaduw. Schrijf het alleen met kleine letters en zonder iets ervoor. Ik schrijf de schaduw, schrijf het toch zo? Zo. Ja. Nou, dat deed ik. Schaduw. Doe het nog een keer. Nee, we hebben maar 3 papiertjes. Ja, dan doe ik het daarna proberen. Nee, niet schaduw nog een keer. Het moet wat anders zijn. Doe het. En wat is er nog meer? Het is dat. Het is schaduw. Ik weet het zeker. Doe jij dat proberen? Oké. Schaduw. Als het nu goed is, word ik echt boos. Hij zegt niks. We zijn gescamd door Jan. Wat is de tip? Iedereen heeft en niemand een boom. Ik kan het niet lezen. Dit is het antwoord, alleen als het echt te moeilijk was. Een schaduw. Oh mijn god, het is waarschijnlijk een schaduw. Ja, dat deed ik dus nu net, maar dat werkt ook niet. En zonder hoofdletters? Ja. Doe jij hem eens nog een keer? Een schaduw? Nee, gewoon wat je nu hebt. Ik heb niks. Oh, maar schaduw gewoon dan. Schaduw. Want dat staat zonder iets ervoor, dus het moet gewoon schaduw zijn. Schaduw. Wat is het, Jan? Het is... Ik ga het in de tussentijd wel aan Willem vragen. Willem, ik ga zo meteen daadwerkelijk dingen aan je vragen. Maar weet jij of het antwoord schaduw is, alsjeblieft? Ik smeek het je, Willem. Ja. Volgens Willem is het schaduw. Oh, dat is goed! Nu zal ik jullie helpen. Ik heb geen varken gezien, maar weet wel waar hij is. Zoek naar de plek waar iedereen zijn eten vandaan haalt. Oké, wij moeten weer verder. Robin, we moeten weer gauw verder. Dankjewel, Jan. Ja, dank je. Dankjewel, Jan. Maar laten we... Oh, nee, ik ga niet nog... Nee, ik heb op de pressplate staan. Ja, mam. Ja. Ja, mam. Ik ben al op Walnut geabonneerd. Ja, en ik heb ook al zijn video's geliked. Ah, ja. Maar... Ja, jij. Heb jij eigenlijk al de video's van Walnut geliked? Like dan ook zeker deze video eventjes. En laat even weten wat je ervan vond in de reacties. En laat dan ook meteen eventjes weten wat jouw favoriete boerderijdier is. En abonneer ook zeker als je meer van dit soort content wil zien. Want die boer die vindt dat ook helemaal top dan. Yeah. Yeah. Mooi. Nou, doei. Ik ga weer discussiëren met mijn moeder. Oké, laten we kijken wat Willem... Misschien weet Willem ook meer, weet je? Ja, misschien wel. Willem. Hey, Willem. Hallo, je wilt je misschien wat antwoorden beantwoorden? Vragen beantwoorden? Ja, dat kan straks, maar de stroom is uitgevallen. Kunnen jullie misschien helpen? Ja, dat kunnen we wel, toch, Robin? Ja, hier, zeker, is gewoon zo'n puzzeltje die we al vaak gedaan moeilijk. Hebben. Ja, ik weet het. Oh, wacht, kijk. Is er kan nou het wel? Een verkeerde piste? Gebruik, wacht. Oké, nu. Oh, kijk. Ah, we doen omste beurt. We samenwerken. Nu doe ik hem weer. Nu doe jij hem weer. En boom.
De stroom is aan. Het is gelukt. Heb je misschien een varken gezien? Nee, varkens die zie ik alleen nog maar in de slachterij. Maar alsnog bedankt. Wat is iedereen duister hier? Ja, maar laten echt, we naar hè? De supermarkt gaan, want daar... Oh, die is dicht. Is de supermarkt dicht? De supermarkt is dicht. Vissen van 2,50 naar 25. Korting. Volgens mij is dat geen korting. Volgens mij ook niet. Laten we even kijken of we achterom kunnen of zo. Lingenstraat? Wat is dit dan? Het wordt weer donker. Ah. Beste Walnoot en Robin. Jullie willen naar binnen. Ja, klopt. Dat klopt inderdaad, God. Jullie mogen kiezen. Ga naar rechts. Huh? Ik krijg het helemaal niet in beeld. Om in het riool te gaan. Huh? Moet je hier staan. Ga naar links. Ik krijg het ook niet, wacht. Beste Walnoot en Robin. Jullie willen naar binnen, dat klopt. En daar stopt het bij mij. Ik wil gewoon heel graag naar binnen. Ga naar rechts om in het riool te gaan. Oké. Ga naar links en stuur jezelf op. In een pakket. Oké, aan jou de keus. Het ding is, waar konden we ook weer varkens vinden? Waar was hij ook weer? Waar was je zus ook weer? Dat had Jan verteld. Een plek waar? Weet ik niet. Oh, man. Laten we eerst even slapen. En dan gaan we morgen verder op zoek naar je zus, oké? Want het is donker weer. Je mag mee naar mijn huis. Je mag wel weer logeren. Dat is goed. Gaan we eerst even naar huis. Tomorrow. Jezus, wat heb ik lekker geslapen, hè? Morgen! Goedemorgen, ik heb heerlijk geslapen in... tegen je pak aan hier. Dat je in de ja, kast hangen. Snap ik, snap Waarom ik. Waarom heb jij überhaupt een pak? Een brief! Niet waar, waar! Kijk, een brief! Kom, we moeten snel naar de modder laten. Oké, laten we even kijken of we de eerste popje kunnen vinden. Dat is prioriteit 1 van vandaag, oké? Oh, dit is Tina's huis. Wacht, ik ga even kijken. Dit is mijn goede tante. Ik ga kijken of we het popje van Anna kunnen vinden. Ik heb hier wel een popje gevonden, Max. Ja, wat dan? Ja, hallo. Maar ik weet niet of dit het is. Oké, kom maar naar boven. Hé, het huis van je tante lijkt sprekend op jouw huis. Ik denk niet dat dit het popje is. Maar we kunnen hem wel meenemen. Neem maar mee. Ik heb hem mee. Ik heb het popje mee. Ben je ook al hier bij de buurvrouw geweest? Ja, dan kan je naar binnen. Jawel. Oh, dan kan je wel naar binnen. Wat is daar? Deze staat leeg. Wie ben jij? Wat? Wie ben jij? Oh, ik dacht dat ik in mijn inventory had gedaan. Ik heb hem op mijn hoofd gedaan. Oké, het popje is niet hier te vinden. Misschien dat hij in de farm hier is te vinden. En nog een egel. Ah, ja. Ja, ik denk juist bij Anna in de buurt. Want wie zou er nou een popje helemaal ergens anders kwijt raken? Ah, ja, maar Anna, je weet niet waar Anna allemaal komt, hè? Kijk, Romy, hier zitten 3 kisten. Wat ben je aan het doen? Een iron lever heb ik gevonden. Waarom? Hieronder, weet ik niet, maar... Kijk, weet je wat mij opviel? Nou? We waren hier net gisteravond en nu zijn we weer overdag. En kijk, nu is de ding open. Ah, de supermarkt is open. De supermarkt is open, kijk. Vissen, de korting, ja, we kunnen vissen nemen nu, maar dat hoeft niet. Maar, Jan heeft verteld dat een winkel, volgens mij, waar je veel dingen kan kopen, het lekkerste varkensvlees van de slachterij. 25% korting op je tweede speklap. Speklapjes alvast gebakken, vers uit de slagerij. Gemaakt in de slachterij. De Lingenstraat. Ah. Mijn moeder is toch niet naar de slagbank? Oh nee, mijn zusje is toch niet naar de slagbank, hè? Ja, je hebt kans dat een van deze lekkere stukjes vlees je zusje is. Korting. Korting met wortel. De tweede voor meer dan de eerste. De tweede voor meer dan... Wat zijn dat voor wat? De tweede voor meer dan de eerste. Oké, die klopt niet helemaal. Heb altijd melk in huis. Hé, hey, wat is dat daarboven? Een hendel. Hij is weg. Ik heb hem kapot geslagen. Oh, ik heb. Kijk, en weet je wat het mooie is aan die 2 hendels, Robin? Ik denk dat de ene kunnen we gebruiken hier voor het riool. En de ander voor het pakketservice daar. Wat willen we? Willen we een pakketje zijn? Of willen we via het riool naar binnen? Ik vind het pakketje eigenlijk wel leuk. Dat een pakketje doen en het riool skippen? Ik denk het wel. Oké, prima. Nou, dan worden we een pakketje. Ja, maar, dat is naar links, toch? Oké, ja, wat jij wil. Gaan we kijken. Hoppa. 1, 2, 3 uur later. Oh, ik ben binnen. Hoe komen we hier nou uit? Moeten we daarop schieten? Alleen heb jij een boog? Oh, die zit hierin. Oh, thank god, ik kan het zeggen. Oké, wacht. Nou, dit is belangrijk. Niet zo moeilijk dit. Ja. Nou, probeer jij het maar. Hier, daar liggen nog wat pijlen. Waar zie je een kist? Oh, hier. Zitten we vast? Ik denk dat het een slecht idee was om een pakketje te verstuurd te worden. We zitten ik ook, vast pakketje in de duurt doos. Natuurlijk altijd even. Ja, we zitten vast in de doos. Kijk, hij is open. Hoppa! Je ziet, waarom lukt jou dat nou weer wel? Ja, jij kan gewoon niet schieten. Laten we eerst even alles checken voor loot. Kijk, hier nog een koper lever. Ah, een koper lever. Hier de pijl te slaan kan. Oh, die moet gewoon hierop. Oh, dan kunnen we hier eruit. Wat is dit dan? Nog een koper sleutel. Oké. Dan heb ik er 2. Wil jij er eentje? Je mag de lever en dan neem ik de sleutel. 1, 2. Want ik wacht, Robin, nu moeten we wel sneaken, want hier mogen we eigenlijk helemaal niet komen. Het ding is, jongens, we zijn nu natuurlijk nog steeds op zoek naar Robin's zus. Oh mijn god, we zitten in de slachterij! Oh mijn god, ze worden daar gewoon geslacht. Gerookt. Gerookt, ja. Lekker een stukje rookvlees. Oké, kijk, deze truc ken ik wel inmiddels. Jongens, je hebt altijd de derde kist eronder. Zit iets... Oh, deze keer niet. Oh, hier zit een lead. Ja, dat is voor mijn hier zus. Hier zit een abonneer op Rick Vos. Gadverdamme. Ik heb hier een koperen sleutel, maar ik heb hier ook een knop. Wat doet je die knop? Ik heb ook een knop. Weet ik niet. Klik maar op. Niks. Oh, wacht. Hebben we alles onderzocht? Ja, ik denk het wel.
Ja, nou dan kunnen we door naar deze ruimte inderdaad. Ja. Oh nee, boer. Ik geef de spulletjes jou. Hier. Hoppakee. Oh ja, dan geef je die de slechtste. Oké, jij gaat niet in de lava vallen. Kijk. Oeh. Button. Bah. Oh mijn god. Ik heb het verpest, Robin. Denk ik. Ik heb de button zo overgehaald en Oh, dus daar is het weer. Oh. Ik denk dat ik het even goed heb verpest. Nou, weet je, laten we naar beneden gaan. Kijk wat ja, daar is. Precies. Wat is dit? Oh, dit is het riool! Nee! Nee, dit is dat letterlijk meen het riool. Je niet. Wat is dit dan? Wat is poep? Gadverdamme, er ligt overal poep. Hé, hey, hier heb je wel een hendel. Ah, ligt op de poep, maar ik pak hem wel. Lekker. Oké, dus hier hoeven we niks te doen. Oh mijn god, we hebben letterlijk gewoon het parcours moeten we dus nu moeilijk gaan halen voor niks. Want dit is het riool. Dus dat is de andere route, zeg maar, naar binnen. Maar ik heb wel een nieuwe poeplever. Letterlijk een poepsleutel heb ik. Een poepsleutel. Ja, oké. Durf jij het aan om te klikken voor mij, de goede volgorde? Dus die eerst, dan die en dan die. Oké? Welke eerst? De links, rechts, midden. Oké. Oké, 3, 2, 1, ja. Links, rechts, midden. Oh, oké, dankjewel. Ik ga je zus redden. Doei. Ik kan het zelf proberen. Als je snel klikt, kan je gelijk erachteraan rennen. Bluff het gewoon. Sneller. A few moments later. Zo, ik heb mezelf weer verzonden met PostNL. Jee, ik ben er weer. Het duurde zo lang. Ik heb hier letterlijk gewoon gezeten. Een beetje gewoon gechilled. Met die boxen daar en zo. Gezocht, maar ik heb nog geen hendel gevonden die we daar op de emmer op kunnen plaatsen. Dat meen je niet. Die knop was dus gewoon voor het parcours te resetten. Dat ze er allemaal staan. Oh, my days. Had je daar dus gewoon niet op kunnen klikken? Ik had daarop kunnen klikken, ja. Maar, hey, we moeten... Ja, wat? Wat? Hier ligt een lever. Is dat een emerald lever? Ja. Oeh. Plaats hem maar. 1 en 2. Oh mijn god. Dinnerboon. En ook dinner, natuurlijk. Heet ze allemaal dinnerboon. Anders kunnen ze niet ondersteboven. Ze worden letterlijk gewoon gerookt. Deze stukjes vlees. Dit is jouw familie. Dit is letterlijk. Kijk hier. Ze komen hier letterlijk op een soort lopende band. En gaan dan daar weer naar binnen. Zie je? Wat heftig gewoon. Dit is gewoon een slachterij voor alle vegan mensen. Het spijt me. Hé, hier is een diamond lever. Oh, en hier is een diamond. Ah, dit is denk ik de kluis. Wat is dit? Vluchtgang. Maar daar kunnen we helemaal nog niet heen. Nee. Oké, maar komt-ie, hè? Komt-ie. De diamond lever. We gaan deze kluis openen. Hier gaan we jouw zusje vinden. Gebakken en gebraden. 1 en 2. Oh mijn god, dit is een hele lange gang. Ik weet niet of ik dit leuk vind dat we hierin moeten. Wat is dit? Oh, je hebt hier de varkens. Joost? Heet allemaal Joost? Joost? Waar is Roos? Roos, ben je er? Joost, die is voor jou. Robina! Roos, wie is Roos? Dat is mijn moeder. Robina! Joost. Heb jij de lead nog? Nee, die heb je laten verbranden. Joost. En Joost. En alles vrijlaten. Kan je alles vrijlaten? Ik heb geen netherite lever. Oké, die moeten we hebben. Anders kunnen we... Oh, ik heb wel Robina al vrijgelaten. Maar laten we... Dat is mooi. Laten we in ieder geval iedereen meenemen. Want ik kan het niet maken dat we zeg maar eentje doen, weet je? Ja, dat kan ik inderdaad ook niet hebben. Heb je de hendel? Nee. Oh, je hebt Robina heb je wel meegenomen. Dat is goed. Ja. Oh, die hendel hebben we nodig om dit te doen. Kijk, niet voor alle varkens. Die hebben we nodig hiervoor. Nee, die hebben we nodig voor dit. Alles open, de vluchtroute. Oh. Even hierin, zo. Die hebben we niet nodig, de koperlever. We hebben echt de goede hendel nodig. Hey, wat is dit hier op de grond? Wat is dit hier? Een netherite button. Ik heb hem gevonden. Het is als een knoppie. Ben je klaar voor om met je zusje te ontsnappen? Jazeker. Ja, 3, 2, 1. Alles vrijlaten. Oh. Oh, Robin, het zijn veel varkens. Robin. Ja, dat klopt. Ze kwamen er ineens allemaal. Je familie ontsnapt. Hou op. Deze moet ook ontsnappen. Deze moet ook ontsnappen. Nee, die zijn al gerookt. Die zijn al gerookt en al. Let's go. Ah, Robin. Wat een avontuur hebben we vandaag beleefd. Maar je liefdallige, knappe, smakelijke... Ik zou er zo op kunnen eten. Zus, die is gered. Ja, zeker. Ja, en ik denk toch dat dit het... Oh, doen weer op mijn hoofd. Ik denk dat we gelijk even het popje afleveren voordat we je zus... Ja, laten we dat maar doen. Dan hebben we meteen alle... Alle taken volbracht. Alle taken weer voltooid. En dan kunnen we lekker naar huis. Eerst naar mama. Hier. En dan, Anna, hier is je popje. Ja, inderdaad. Bedankt. Heb je misschien een varken gezien? Varken knor. Ik denk dat we verder moeten gaan, Robin. Ja, dat denk ik ook. Varken knor. Wacht, ik wil het nieuws. Hoe denk je dat je moeder reageert? Ja, ze mag blij zijn. Ik had hier helemaal geen zin in. Je zus, kijk dan. Ze lijkt zo erg op je. Hoe kon je dat achterlaten? Het is gewoon alsof je in de spiegel kijkt. Nou, hallo. Oh, dank je. Oké, kom. Zo. Hoppakee. Kom maar.
Stal jij er even? Ja. Ja, zo, ik heb je gestald. Nou, ga jij op de ding staan. Ik ben benieuwd wat Roos... Ja, Ramina, ja, daar ben je weer. Ja, mam, ik heb haar veilig thuis gebracht. Mag ik nu eindelijk op de computer met Max? Ja, natuurlijk, lieverd. Maar wel voor 30 minuutjes en niet langer, anders krijg je geen eten meer. Dat is goed, Robin. Dan gaan we lekker Content Veen spelen. Dat is zo leuk. Ja, is goed. Dan pakken we er stiekem ook een koekje bij. Kom, we gaan naar huis. Oh, eindelijk naar huis, Robin. Wat heb ik er toch weer zin in. Ja, dan kunnen we eindelijk een spelletje spelen. Kunnen we eindelijk lekker Minecraft thuis gaan. Heb ik echt zin in. Weet ik je? Ook. We hebben net je echt... Hier. Dit is dus blijkbaar mijn fiets. Want ik heb logeer bij jou. Ja, inderdaad. Mag ik ook bij... hoe heet je buurvrouw ook weer? Tina. Mag ik ook bij Tina slapen? Nee, die is niet thuis. Op vakantie. Oh, oké. Dan ga ik bij jou slapen. Nee, ik snap hem. Het is mijn huis. En dit is jouw huis. Nee, dit is mijn huis. Nee. En dit dingetje hier is jouw huis. Nee. Nu snap ik het. Nee. Ik denk wel echt van, maar waar is mijn huis dan, weet je? Maar dit hier binnen is mijn huis. En dit is inderdaad jouw plek. Hier slaap jij in de modder waar je thuis hoort. Je mag wel even binnenkomen. Vind je wel? Dank je. Gaan we toch op de computer? Top. Gaan we toch op de computer. Kijk, een brief! Nee! Ga jij maar van zitten? Ja. Alright jongens, dank jullie wel voor het kijken naar deze map. Van naar kijken. Deze map is gemaakt door Bas de Raaf. Dank je wel Bas de Raaf voor het maken van deze map. Dikke shout-out aan jou. Vergeet zeker even niet te liken en te abonneren. Reageer even in de reacties. Bas de Raaf, dank je wel. Ik geef jouw map het cijfer dan jouw cijfer. Dat kan van 1 tot 10. Ik heb je creeper. Ja. Dan kan je cijfer achterlaten wat jij van deze map vindt. Dus dankjewel voor het kijken. Vergeet zeker niet te liken en te abonneren. En dan... Kijk lekker deze video. Dit is namelijk ook een map van de kijken. Vond je dit nou zo een leuke video? Dan moet je deze zeker even kijken. Hele goede aanrader. En nu spreek ik later. Graag zwaar tot 4.